Is Apple op overnamepad? Er is maar één iemand die dat weet. Dat is Apple, maar ook Bernie Duyn. Bernie, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat is de grote vraag. Apple wil andere bedrijven dus gaan overnemen. Ze willen zelf groeien, groter worden. Welke bedrijven of welk bedrijf hebben ze op het oog? Ja, nou ja, ze doen natuurlijk al jaren overnames ook. Het zijn meestal kleine overnames en dat ligt dan ook heel vaak in een marktgebied. Nou, neem bijvoorbeeld jaren terug hebben ze een bedrijf overgenomen die een bepaald soort glas kon maken. Saphirglas, dat hebben ze nu erin zitten. Ze hebben bedrijven overgenomen om Face ID, dus die gezichtsherkenning in het toestel te kunnen stoppen. Ja, slim. Ja, klopt. Maar daarnaast proberen ze zich nu ook verder uit te breiden. En ja, omdat natuurlijk Apple superrijk bedrijf aan het worden is. Ja, ze gaan kijken van welk stuk in de markt kunnen we nog pakken. Maar ook een beetje om het geld kwijt te raken natuurlijk. Ja, we moeten het geld met een beweging blijven. Ja, je moet investeren. We hebben het allemaal zo zwaar momenteel. Ja, behalve zij. Ja. Ja. Een appeltje voor de dorst. Ja, ja. Nou, er zijn dus nu geruchten. Het zijn wel sterke geruchten, want het komt vanuit insiders, vanuit Apple, dat ze bezig zijn met een overname van onder andere Disney. Dat is iets wat momenteel spreekt. Dat heeft een insider van Disney heeft dat aangegeven. Maar ook Manchester United. De voetbalploeg, ja. Ja, dat zal een beetje een domper zijn nu dat Ronaldo daar weg is. Ja. Dat het niet zo goed gaat door Erik ten Hag. Nee, dat klopt. Kijk, en voor Apple gaat het natuurlijk niet om het bedrijf zelf. Ik wou net zeggen, wat hebben zij nou aan een voetbalclub? Ja, dat dacht ik ook als eerste. Waarom zich daarop richten is omdat ze zich dan kunnen richten op een heel mooi nieuw stadion. Kijk, Apple staat natuurlijk voorop met nieuwe technieken. Ze hebben natuurlijk dat fantastische gebouw Apple Park in Cupertino staan. Duitsland hebben ze ook die arena volgens mij. Er is één Allianz Arena en die andere is de T-Mobile Arena. Ja, ja. Nou ja, zij willen dus dat gaan vernieuwen en daar nieuwe technieken in aanbrengen. En ja, daarmee kunnen ze zich als bedrijf weer positioneren. Want kijk eens hoe innovatief wij zijn. Nou, en daarnaast. Maar waarom willen al die bedrijven, andere bedrijven willen? Waarom? Ik bedoel, dit bedrijf is 3000 miljard waard, ja. Apple. Ja. 3000 miljard. Ja? 12 nullen zijn dat volgens mij. Dan gaan wij in weet ik het hoeveel levens niet met elkaar verdienen. Nee. Nou. En maar willen groeien. Je kan ook zeggen, weet je, het gaat gewoon zo goed. En we hebben dit, we blijven lekker. We willen blijven uitbreiden natuurlijk. En blijven innoveren. Houdt dat nooit op? Ik denk niet dat het ooit ophoudt. En je weet wel dat Apple altijd probeert om nieuwe dingen neer te zetten. En daar zijn ze ook heel goed in. Dus op een gegeven moment dan ben je klaar bij waar je bent. Ze zijn bezig met meer te doen in de auto-industrie natuurlijk. En nou, nu willen ze zich ook richten op dat soort projecten. Dus zoals zo'n stadion. Nou, dan hebben we het ook toevallig even nog over Disney. Waar ze dus waarschijnlijk mee bezig zijn. Onlangs is bekendgemaakt dat Bob Chapek, die CEO was van Disney, gaat opstappen. Ja. En dat Bob Iger weer terugkomt. Dat is dat is een Disney-veteraan natuurlijk. Plus dat alle intellectuele eigendommen van Disney ook vrijkomen binnen nu en 2 jaar, geloof ik. Hè? De afdruk van Mickey Mouse en zo, dat komt in principe komt dat vrij zometeen. Dat klopt, volgens mij over 10 jaar ongeveer of zo. Ja, binnen nu een aantal jaar zou dat vrijkomen. Ja, dat klopt. En de nieuwe CEO van Disney, die heeft in het verleden, dat is Bob Iger, die heeft al jaren heeft die Disney geleid. Ook al heel veel overnames geleid. Dus ook destijds heeft Disney natuurlijk Pixar overgenomen van Apple. Ja. Dat is in het verleden ook gebeurd. Daarnaast heeft hij meegeholpen met de overname van Fox. Dus ze zeggen nu van deze man is aangesteld om de volgende stap te doen. En dat is de verkoop van Disney zelf aan Apple. Ja, vaak doet Apple dat ook om nog groter te worden eigenlijk dat ze nu al zijn. Zodat niemand op de hele wereld eigenlijk meer om Apple heen kan. Ja. Klopt. Ja, dat is eigenlijk een beetje de reden wat erachter zit. En daarnaast is het voor hun natuurlijk een hele interessante markt. Kijk, Apple heeft Apple TV Plus. Nou, Disney heeft Disney Plus. Nou, het zou mooi zijn als dat natuurlijk één dienst wordt. En ook onderdeel wordt van je iPhone of wat dan ook. En dan krijg je nog meer band met je klant natuurlijk. Ja, het vervolg is natuurlijk dat ze zich zometeen met de ruimtevaart bezig gaan houden. Voor zover ze dat nog niet doen zoals Elon Musk dat doet. Ja, nou ja, dat zou ook nog kunnen dat een volgende stap is. Kijk, ze willen natuurlijk op blijven vallen en blijven innoveren. Maar betekent dat ook niet dat producten zo duur blijven als dat ze nu zijn? Of misschien nog wel duurder gaan worden? Nou ja, zodra zij natuurlijk meer een monopolie krijgen, dan is natuurlijk een kans dat zij ook meer recht hebben om die prijzen te verhogen. Dus dat risico zit er wel in. Maar we hebben nu misschien over een 5 jaar, 10 jaar plan. Dus op korte termijn zal het niet gebeuren. We praten over internet en telecom met Bernie Duyn van Optie 1 Telecom. We gaan het over smartphone games hebben. Ik vind ze levensgevaarlijk. Als ik dit soort plaatjes zie, en mijn kinderen die zitten nu ook op de iPad en die zitten op de telefoon, beginnen dit een beetje te ontdekken. Maar ik hou mijn hart vast. Ja. Het is niet alleen met games, hè. Het is bijna bij
ook gezondheidsdingen, is dat altijd wel een in-app aankoop. Ja, ja. En voor je het weet heb je een abonnement te pakken, ja. €7 per dag. Ja, dat klopt. Nou, je ziet hier bijvoorbeeld ook van Clash of Clans zie je een aankoop van bijna $100. Nou, dat is echt superveel geld. Ja, dan, ja wat krijg je dan daarvoor? We krijgen 14.000 smaragdjes. Ja, sorry, ja. Ja, dat is niet eens echt, hè? Het zijn getekende smaragden. Ja, ook yes. Nog. Ja. Sorry, ja, het is niet echt. Nee, maar goed. Ja. Nee, maar ook de Consumentenbond heeft dat door hoe gevaarlijk dat is. En die is er echt wel achter gekomen dat die games die kinderen ook echt wel onder druk zetten. Je ziet vaak in die games ook dat er heel erg pay-to-win in zit. Dus je moet eigenlijk geld uitgeven om het uit te kunnen spelen. Nou ja, en dat is natuurlijk voor kinderen heel, heel erg chantabel. Dus je vindt het heel makkelijk om dan op een knopje te drukken en dan te zeggen van nou, ik koop het. Ja, maar omdat ze verder willen in een bepaald level. Ja. Ook kinderspelletjes en zo, ook daar moet je al voor gaan betalen. Ja. Ik snap het natuurlijk wel, want het moet ontwikkeld worden. Ja, ja, het is een product. Ja. Maar wie verdient die nou aan? Want die developer van dat spel, die ontwikkelaar van dat spelletje, die heeft daar natuurlijk, maar ook Apple verdient daar. Ja. Of tenminste, de store kan ook natuurlijk de Google Play Store zijn. Ja, maar die verdienen er ook aan. Wat is dat percentage dan? Ik geloof dat het nu 15% is wat, richting Google Play Store, richting Apple ook gaat. En 15%? Ja, ja, van alle aankopen die worden gedaan. Ja, en dat was dus meer, want er hebben ze een stokje voor gestoken afgelopen jaar. Dat is ook makkelijk verdienen, hè? Ja. Zij zetten gewoon zo'n app in die store. Nou, jongens, doe je best maar. Ja. En zo'n Candy Crush of zo, weet ik veel. Dat soort spelletjes, daar zijn, of Angry Birds, zoveel geld is er aan uitgegeven. Dat klopt. En er hoeven misschien maar, nou, bijvoorbeeld 700 mensen downloaden het. Nou, er zijn misschien wel 20 of 25 die ervoor kiezen om inderdaad dat geld eraan uit te geven. Dus... Doen jullie dat wel eens? Bij zo'n app dan echt geld voor uitgeven bij een spelletje? Doe nee, ik nooit. Ik heb het nog nooit gedaan. Misschien bij Pokémon heb ik het misschien een keer gedaan ooit. Nou ja, ik heb wel een paar van die functionele dingen. Zoals de lichttafel en de geluidstafel hier wordt via een app. Kunnen we dat besturen via de iPad? Ja. Dat is functioneel. Ja. Maar dat het bij spelletjes. Dat het bij spelletjes gedaan wordt. En dat zijn echt fikse bedragen. Want je hebt er nu over €99. Maar als je het niet goed in de gaten houdt, vooral verraderlijk vind ik het, die abonnementjes die je ergens op afsluit dan zonder dat je het weet. Dat en dan klopt. In één keer zie je op je telefoonrekening een megabedrag staan. En het probleem is dat die kinderen heel erg dus echt onder druk worden gezet om dat ook te doen. Neem nou als voorbeeld Minecraft. Kijk, die kinderen maken allemaal werelden in Minecraft, dus waar ze lekker in kunnen rondbewegen. Ze moeten een abonnement hebben op dat spel ook, maar op het moment dat ze het abonnement opzeggen. Moet je opnieuw beginnen. Ja, dan raken ze dus die werelden kwijt die ze gemaakt hebben. Ja. Het is eigenlijk hetzelfde als je van Lego een toren bouwt. En ja, die toren wordt ineens voor je neus weggehaald. En je hebt hem opgebouwd, beginnen. Je hebt dat Lego gekocht, je hebt de toren opgebouwd. Ja. En vervolgens zegt Lego, nu is de toren weer van mij. Ja, het is eigenlijk bruik Lego lekker opnieuw beginnen. Precies, dat is het. Je mag het nog een keer. En het is eigenlijk een soort van emotionele chantage bijna, om het zo te benoemen. Ja, maar ik vind het... Kijk... Wat je ook vaak ziet is van nou, speel dan nu bijvoorbeeld een week gratis mee. Dat zie je ook vaak. Hè? En dan vergeten heel veel mensen dat gelijk. Want je kan het natuurlijk gelijk opzeggen. Dan mag je nog wel die week gewoon uitmaken. Ja. Maar heel veel mensen vergeten dat. En daar mikken ze natuurlijk op, hè, die mensen. Ja. En net als consumptiebonnen. Ja. Dat is een beetje te. Ja, die koop je inderdaad en dan heb je aan het einde vanavond nog vier dingen over. En die kun je ook maar niks meer mee. Nee, en dat is gewoon best wel gevaarlijk ook voor de jeugd ook. En gelukkig kun je als ouder met ouderlijk toezicht wel dingen natuurlijk aan- en uitzetten. Waardoor je kunt regelen wat ze wel of niet met een Apple ID kunnen downloaden. Of met een Google Play account. Ja. Dan kun je bijvoorbeeld aangeven van nou, je kunt wel het spel downloaden. Maar je kunt geen in-app aankopen doen. Ja, maar dat werkt voor kleine kinderen. Maar kinderen van 10, 11, 12 jaar, die zijn al zo begaan met die toestellen. Ja. Die weten dat ook die wel niet. Precies hoe het werkt. Ik denk dat het ook wel van belang is dat je als ouder ook bewust bent wat voor games je op de telefoon van je kinderen zet. En het is best wel lastig, want je hebt natuurlijk ook de vriendjes en de vriendinnetjes die allemaal die spelletjes spelen, de Clash of Clans, de Roblox, allemaal dat soort games. Ja, en ze steken elkaar aan en zeggen dan maar als ouder van nee, we gaan dat spel niet doen, want dat gaat veel te veel geld kosten. Maar gaat de overheid hier iets aan doen? Of de Consumentenbond of zo? Want die houden het wel in de gaten. Maar kunnen ze er ook wat aan doen? Nee, ja, ze kunnen tot dusver kunnen ze er weinig aan doen. Ze gaan er verder wel onderzoek naar uitstellen om te kijken van nou, in hoeverre is dat werk schadelijk. Maar tot dusver is het belangrijk dat je als ouder gewoon bewust bent van nou, kinderen die spelen die games. En kijk ermee uit wat er gekocht wordt en waarom ze het kopen. Okay. En is het echt nodig? Ja, nou, we houden het in de gaten. Dankjewel weer voor deze tips, Bernie Duin.